Landstede Basketbal heeft zondagmiddag de thuiswedstrijd tegen BS Weert eenvoudig gewonnen. Na een moeizame start zegevieren de Zwollenaren, onder leiding van assistentcoach Mark van Schutterhoef, met 75-53 en blijven zo in het spoor van Donar, de tegenstander van komende zaterdag. De Zwolse start is moeizaam. Nigel van Oostrum verliest de bal en Roel Aerts dunkt de eerste punten binnen. Even later profiteert Aerts opnieuw. Na een slechte balinname van Keegan Highland zorgt hij voor 0-6. Dan worden de Hammers wakker. Onder leiding van Man of the Match Clayton Vetti dichten ze snel het gat. JT Joho draagt bij, maar Vetti schiet met een 3-punter. De Zwollenaren langzij, 12-12. De eerste voorsprong volgt als Olaf Schaftenaar de eerste van zijn 3 driepunters binnenschiet voor 15-14. In het tweede kwart is het heel lang wachten op een veldscore. Pas op 4 minuten en 39 seconden lukt het Vetti in 3 keer de eerste Zwolse veldscore te noteren. En dan wordt het smullen. Eerst geeft Nigel van Oostrum een achter de rugpaas aan Keegan Highland, die bekwaam afrondt. In de volgende aanval geeft van Oostrum een alley-oop-paas op Clayton Vetti, die daar wel raad mee weet. De Limburgers zijn overbluft. Overal zitten de Zwolse vingers tussen. En elke aanval wordt besloten met een 3-punter. Olaf Schaftenaar en Lenno Witteveen treffen van ver. Vanaf de vrije worplijn zet Vetti de ruststand op 39-24. Direct na de pauze scoort JT Joho. Uiteindelijk is het Jeroen van Vught die na een run van 23-0 iets terug doet. Dat bevalt zo goed dat Van Vught er gelijk een 3-punter achteraan gooit voor 45-29. Er komt wat vuur in de wedstrijd als in korte tijd Jules Schild 3 driepunters binnenschiet. De voorsprong slinkt nog sneller als na een 3-punter Jaoud Darib bestraft wordt met een fout. Na een opzettelijke fout van diezelfde Darib is het verschil ineens nog maar 7, 52-45. Nog even lijkt BS Weert aan te kunnen haken in het slotkwart na scores van Akil Eduardo. Maar dan sluit de verdediging als een betonnen muur. In de resterende 8 minuten scoren de Limburgers slechts 4 punten. Dat kan van Landstede Basketbal niet gezegd worden. Eerst neemt Highland een 2 en een 3 punten voor zijn rekening en daarna volgt Clayton Vetti het goede voorbeeld. Terwijl Nigel van Oostrum blijft strooien met heerlijke passes, tekent JT Joho van heel ver voor 73-53. Er volgt nog een enkele score in de laatste 3 minuten, waarin ook Nigel van Oostrum nog opzettelijk de bal buiten de lijnen gooit. Om de popelende Eli Wirjo gelegenheid te geven zijn debuut te maken.